Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen een hypermoderne vergaderruimte in gebruik genomen. De ambassades van Suriname in Parijs, Brussel en Den Haag waren deelgenoot van de ingebruikname via videoconferentie. Volgens minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken is de vergaderruimte bedoeld om alle 19 posten buiten Suriname met elkaar en het ministerie te linken. Maar we hebben inmiddels in Europa iedereen al voorzien. In Azië begrijp ik ook, in Afrika ook. En in Noord- en Zuid- en Midden-Amerika ook. Het betekent dat al onze posten, met uitzondering van Brazilië, dacht ik, en Cayenne, no? Wat is het directeur? Saint-Laurent, heeft iedereen reeds equipment. Dus we moeten ervoor zorgen, meneer Cardelito, Ewaki, dat we in februari overal dit op en running hebben. Dan kunnen wij niet alleen met elkaar praten, de posten onderling. Ik zie Europa-overleg makkelijker van de grond komen. Ik zie overleg met ons hier op Buitenlandse Zaken, op HQ, ook beter van de grond komen. Maar meer nog zie ik van de grond komen het feit dat wij business sessies kunnen houden met stakeholders hier te landen of stakeholders elsewhere. We kunnen ook andere ministeries en instanties in staat stellen beter met de posten overleg te plegen. En ik roep met name, daarom heb ik de hoofden vandaag ook uitgenodigd, u op BUSA, om met uw collega's buiten Suriname bijna dagelijks in contact te staan. Volgens Telesuur-directeur Mike Antonius valt deze hypermoderne vergaderruimte onder het Telesuur Nationaal Breedbandproject. De telecomdirecteur benadrukt dat het project samen met de Chinese telecomgigant Huawei is uitgevoerd. Antonius benadrukt dat de ingebruikname van deze vergaderruimte gezien moet worden in het kader van de e-Suriname-visie van het telecombedrijf. Dit creëert efficiëntie, dit creëert gemak, dit creëert waar we met de partijen waarvan we dus nu met enkele in contact zijn, vanuit Parijs, Den Haag en Brussel, dat je makkelijker en sneller met ze kunt communiceren op afstand middels beeld en geluid en het op een zodanige manier doen dat we ook sneller beslissingen kunnen bereiken. Dit is onderdeel van, zeg maar, ook onderdeel van de e-Suriname visie. Allerlei e-toepassingen die het werken, het leven in Suriname kunnen verbeteren. En uiteindelijk moet dit alles van de e-Suriname-visie ertoe leiden dat we enrich lives of our people. Telesuur-directeur Mike Antonius. Hij sprak vanmorgen na de ingebruikname van de hypermoderne vergaderruimte op het ministerie van Buitenlandse Zaken.